Want libido is echt gestorven 3 jaar geleden. Er ligt onder de grond ergens. Zeg maar in het begin wel even lekker koelen, maar daarna is het wel even... Leave me alone. En je kan het nog wel met jezelf doen. Doei. Mijn vent veel te leuk. Sinds ik retinol gebruik, merk ik echt dat mijn huid steviger aanvoelt. Wat ik heel lekker vind aan retinol is het rijke gevoel en de hydratatie die het mijn huid geeft. Retinol is echt onmisbaar in de strijd tegen huidveroudering. Het is heel romig en voedt mijn huid optimaal. Gezellig dat jullie er zijn. Even lekker relaxen. Even lekker bijkletsen zonder make-up. Gewoon alleen even een crampje op. Wij zitten natuurlijk altijd om gesprekstof verlegen. Hè? Nee, dus ik dacht... Ik heb een superleuk spel. Jullie weten dat ik altijd hou van die een beetje wat diepere vragen om elkaar op een andere manier te leren kennen. Ik heb hier allemaal superleuke vragen in zitten. Oh. Zal ik gewoon beginnen? Ja, Kel. Ik zie dat jij de zin Ik ben in heel benieuwd wat je nou weer bedacht. Oeh, dit is leuk. Bad stories. Nou, het is niet heel spannend. Maar lig je liever lekker tegen iemand aan of helemaal op jezelf? Oh ja, nee, wel echt op mezelf hoor. Zeg maar in het begin wel even lekker kroelen, maar daarna is het wel even... Leave me alone. Raak me niet aan alsjeblieft. Nee, echt. In bed liggen en meteen allebei de rechtkant. Maar mijn man die slaapt met een kussen over zijn hoofd. Gewoon letterlijk op zijn hoofd. En ik lig een soort van, raak me niet aan. Nee. Heeft hij geen zuurstoftekort dan? Nee, dat vindt hij lekker. Oh ja. Maar bij mij ligt ook 9 van de 10 keer gewoon een kleuter tussen ons in. Oh, ja. Dus precies. Met een voet en een arm en een elleboog. Ja. En dus, lekker voor je personal space. Ja, is er niet meer bij tegenwoordig. Nee. Een uitgebreide beauty routine of het liefst zo snel mogelijk met je hoofd je kussen raken? Toch de eerste. Mijn vriend vraagt elke avond weer, wat doe je toch in die badkamer? Laat mij gewoon even lekker. Wat is nu de afgelopen jaren dat je zegt, nou, dat vind ik zo'n geweldige uitvinding? Een beauty tool bijvoorbeeld, of een tip? Nou, collageen slikken. Vitamine C en retinol voor mijn huid. Want die eerste is echt zo'n frisse boost en die andere is echt zo'n verzorging. Ik vind het ook echt heel belangrijk, zeg maar, overdag frissere producten en 's avonds wat rijkere producten te gebruiken. Want dan vind ik gewoon lekker voor het slapen, weet je, dat voelt gewoon lekker. En waar we het over hadden, die gua sha, love it, want dat is ook wel goed voor je collageen aanmaken. Nou jongens, it's my turn. Hop. Ja, deze vind ik dan toch wel leuk. Ben je de vrouw die je zou willen zijn? Wow, die is die. Eerlijk, ik denk niet altijd. Ik wil wel eens wat aardiger zijn of zo. Ik kan best wel snappy reageren. Het heeft ook wel eens te maken met je cyclus. Maar dat ik dan denk, ja, het hoeft niet altijd meteen erbovenop. Ik weet niet of ik over jullie ook kan spreken, maar ik denk dat we de vrouwen zijn die we willen zijn op dit moment. Maar er valt nog, ik bedoel, je bent nooit uitgeleerd, denk dat ik. Dat is het. Het is gewoon één grote leerschool. En dat vind ik wel het interessante aan ouder worden. Ja. Uiterlijk gezien zou ik het liefst overslaan, maar ik vind het wel mooi, die wijsheden. Ja. Dat vind ik echt mooi. Ja. Even wat seks erin. Nou, eens even kijken. Ja. Ik ga echt lachen als ik die nu heb. Oh, nou, wat voor gedachten heb je net iets te vaak? Nou, Malik, knal hem erin. Nou, ik zou willen dat dat seks was. Oh ja. Want libido is echt gestorven 3 jaar geleden. Er ligt onder de grond ergens, begraven. De geboorte van die kleine. Nee, de gedachte die ik net iets te vaak heb is... Wanneer kan ik de kinderen naar de oppas brengen weer? Lekker heerlijk. Ja. Nee, ik heb het de laatste tijd wel echt zwaar. Dat ik wel denk van inderdaad, wanneer is het bedtijd? Hè? Ja, en dat vind, dat vind ik wel erg. Bedtijd voor de kinderen, hè? Dat ik ze dan dus weer weg naar bed kan brengen en rust heb in huis even. Ja. Maar dan denk heb ik ook weer schuldgevoel en een soort haatliefde natuurlijk ermee. Want ik hou de wereld van ze, nog meer dan dat. Maar ik struggle ook heel erg met mommy life en mijn carrière en mijn relatie, mijn partner. Weet je wel, om al die... Die ballen kan ik niet meer horen, maar je snapt wel wat ik bedoel. Maar ik denk niet dat het een rare gedachte is hoor. Ik denk volgens mij, ik weet niet... Ik heb dat ook. Maar dan heb ik precies wat jij zegt, dat schuldgevoel van... Want dan is ze weg en dan heb ik een beetje mijn dingen gedaan. En dan kan ik ook na een paar uur denken, ach, waar is die kleine? Ik wil met haar knuffelen of ik mis haar. En het is een aaneenschakeling van tegenstrijdigheden. Het is houden van en soms dat het te veel is. Het is verlangen naar vrijheid en het is behoefte hebben aan liefde, aan en, weet je, een veilige omgeving en een gezin hebben. Ja. Het is continu, maar you can have it all. En ik denk dat het ook een transitie is waar je in zit, hè, van je leven is veranderd. Ja. Maar voor de rest ben ik heel happy. Ik ben echt happy, maar ik struggle wel daarmee.
Ja, dus dat is mijn gedachte. Wat is jouw gedachte? Ik vind het een leuke vraag namelijk. Ik vind het ook een hele leuke vraag. Leuke vraag. De gedachte die je iets te vaak hebt. Ja, wat ligt er in de koelkast? Heb ik wat te eten? Snoepen. Is het al tijd voor een wijntje? Ja, nee, weet ik veel, ja. Ja, ik wil dat jij even jij magische handen, ik zie het. Je weet de juiste vraag te pakken. Je kan geen nacht zonder puntje, puntje, puntje. Ja, ja, slaap. Fatsoenlijke slaap. Ja, slaap meteen. Mami, slaap. Liever zonder telefoon of zonder seksleven? Telefoon. Ja, dan maar even geen, geen telefoon. Nee, maar forever. Nooit forever. Telefoon. Dan helemaal geen telefoon. Ja, maar je kan het nog wel met jezelf doen. Ja, nee, doei. Mijn fans veel te leuk. Ja, dan nooit meer seks. Nee, dat dus zonder telefoon. Ja. Zonder telefoon. Maar jij hebt natuurlijk al 2 codes, dus jij denkt bijna helemaal niet. Ja. Nou, ik vind mijn seksleven wel belangrijk inderdaad. Maar ik vind een leven zonder telefoon zou ik ook wel echt heel moeilijk vinden. Het is ook natuurlijk ook, het is ook je werk, weet je wel. Social media zit op die telefoon, weet je. Ja, maar daarom vond ik het wel een moeilijke. Ja, precies. Ja, je moet ook niet echt die maar zonder seksleven dan is het ook wel qua relatie moeilijker om die verbinding nog te hebben, merk ik. Ja, wordt ook iedereen denkt bloedchagrijnig. Het is gewoon zo, als wij inderdaad door de kids en alles een tijdje minder seks hebben, dan zijn we veel meer bitchy tegen elkaar. Ja. En kunnen we echt niks meer hebben, hoor. Ja, zegt zo. Nou, laatste. Zorg je een beetje goed voor je huid? Maar ik vind het altijd met dit soort dingen, hetzelfde met gezond eten. Weet je, het is altijd gewoon voor jezelf die balans. Ik word namelijk ook heel kriegelig voor die mensen zeggen nee, ik ga nooit naar bed zonder mijn huid schoon te maken en dit en dat. En mijn haar in een masker en een fluwelen kussen, een zijden kussensloop. Dat heb ik ook. Word ik ook niet goed van, denk Waarom ik. Waarom niet? Ik drink nooit alcohol. Ja, dan moeten mensen, nee, dit zou ik nooit eten. Er zit veel te veel energie. Maar dat vind ik ook, dat kan ik ook niet tegen. Geniet van het leven. Het leven is wel echt te kort. Ja, maar het leven is wel echt lekker op een zijden kussensloop. Ja? Ja, echt. Dus gisteren lag Pet zo erop. Hij zegt, ik glij helemaal. Het is wel heel goed voor je haar en je huid. Hè? Ja. Ook, ik heb er toevallig één. Hij ligt er nu op. Maar toen je dat zei, dacht ik, Nee, maar ik snap het ook. Het gepiep altijd. Maar ja, je mag ook wel niet een keer de teugels laten vieren. Dat is het. Ja. Nou, volgens mij hebben wij heel veel geluld. Lekker serietje laten kijken. Laten we even serie kijken. Ja, oh mijn god. Oh, okay, ik ga even zitten. Ik zit helemaal in Emily in Paris. Ja. Oh! Zo leuk. Laten we die even kijken. Oké, Gabrielle of Alfie? Oh, oké. Okay. Welke? Gabrielle. Ja, Ja, sorry. Oh. Mm.